We zijn voor deze aflevering van Aanbouw helemaal afgereisd naar Amstelveen. En ik sta hier bij de spiksplinternieuwe flats voor studenten in Uilenstede-Oost. En in deze aflevering gaan we het hebben over de enorme woningbouwproductie voor studenten. En we gaan natuurlijk bij Uilenstede zelf kijken. En we vragen aan studenten wat ze zelf van een huisvesting vinden. Ja, dan moet je toch wel weer wat meer verantwoording afleggen. En dat lijkt me niet heel ideaal. Ik zou best midden in het centrum willen zitten. Alleen als ik dan weet dat je er 600 euro voor moet betalen, dan denk ik, laat mij dan nog maar even hier zitten. Je betaalt overal iets voor en als je in de stad zit, betaal je ook weer zoveel meer. En hier, ja, ik kan naar de stad op de fiets als ik wil, ja. Amsterdam is een magneet voor jonge mensen uit binnen- en buitenland die er willen studeren en natuurlijk ook wonen. Ieder jaar komen er weer meer studenten en voor velen is het vinden van woonruimte niet makkelijk. Om iets aan het chronische tekort aan woonruimte te doen, heeft de gemeente Amsterdam een actieplan ontwikkeld om tussen 2010 en 2014 9000 studentenwoningen te ontwikkelen. Dit streven begint aardig te lukken. Einde 2011 stond de teller al op 3000 eenheden, waarvan naast nieuwbouw ook geput werd uit de bestaande woningvoorraad. Dit jaar worden er in Amsterdam weer vele honderden bijgebouwd. Er is een enorme productie van studentenwoningen. Hoe zit dat? Meer dan gewone woningen? Ja, wat we zien is dat de woningmarkt en ook de vastgoedmarkt in zeer zwaar weer terechtgekomen is. Maar voor studenten gelukkig kan er nog wel gebouwd worden. En dat is maar goed ook, want er is een enorme vraag. Amsterdam trekt veel studenten aan. We hebben twee universiteiten en een groot aantal hogescholen. En we vinden het ook als Amsterdam heel belangrijk dat we voor studenten betaalbare en goede studentenhuisvesting kunnen aanbieden. Maar valt er niet ook heel veel te verdienen aan bouwen voor studenten? Nou, studentenhuisvesting is geen vetpot. We zijn blij als we net rendabel kunnen bouwen. Dat vergt een enorme inspanning. Tegenover de hoge kosten staan eigenlijk relatief lage inkomsten uit de huur. Studenten kunnen niet zoveel betalen. Maar met rekenen en tekenen en goed op maat werken is het te doen. De corporaties leveren daar een grote inspanning voor, maar we zien ook marktpartijen die daar inspringen. Dan gaan corporaties weer beheren. En dat zijn dan met name Duo en De Kei, maar ook Nijmegen en Stadsgenoot. We willen alle corporaties erbij betrekken. Uilenstede is een wijk voor studenten. Een campus van de Vrije Universiteit met een massa woningen, maar ook het culturele centrum De Griffioen. Met een theater, een filmzaal, een sportcentrum en een café-restaurant. Op Uilenstede Oost werden in 1962 de eerste studentenflats gebouwd die aan vervanging toe waren. De eerste fase van de vernieuwing van Uilenstede Oost bestaat nu uit 3 studentenflats die gegroepeerd zijn rond een openbaar binnenplein in een groene omgeving. In de naaste toekomst komen er nog 4 nieuwe gebouwen bij. Dan zijn er totaal 724 woningen. Uilenstede Oost voegt dus geen extra woningen toe, maar met de nieuwbouw is er wel een kwaliteitssprong gemaakt. Uilenstede, dat waren eigenlijk de eerste studentenflats van de regio. Waarom moesten ze weg? Ze hoeven niet weg, maar ze vertegenwoordigen wel een zeer eenzijdig bezit. En wij hebben hier iets van 2900 kleine kamertjes in grote groepen, 13 tot 15 mensen. En dat vinden we niet helemaal meer van deze tijd. Op de campus zijn maar 500 zelfstandige woningen. En sowieso in heel Amsterdam is er een enorm tekort aan zelfstandige woningen. En we hadden sterk de behoefte om deze campus te moderniseren en voor de komende 30, 40 jaar klaar te maken. Dan moet je ook wat aan het type woning doen. En dan moeten de flats wijken om nieuwe te kunnen bouwen. Die type woningen, was dat wat de studenten wilden of wat u had bedacht? Nee, dat is wel wat de studenten willen. Er is een enorme vraag naar zelfstandige woningen. Nogmaals, daar is een enorm tekort aan, want Amsterdam, de meesten zitten gewoon bij hospita's op kamertjes. Daarna komt er heel veel kamertjes aanbod van corporaties. Maar zelfstandige woningen, dat is er vrijwel niet. En dat bieden we nou juist extra hier op de campus. En dan denken dat we hier dan ook de campus de toekomst waarborgen. Hè? De vraag blijft dan bestaan. Ja. Het grootste verschil is dat ik nu alles voor mezelf heb. Ik deelde eerst mijn keuken en mijn badkamer en mijn wc. En dat is wel echt een hele vooruitgang, dat ik nu gewoon
mijn eigen dingetjes heb. Ja, ik vind het heerlijk om hier te zitten. Gewoon met z'n drieën, gezellig met z'n drieën op mijn kamer. Gezellig s'avonds gewoon met z'n drieën zitten op de bank, tv kijken, een drankje erbij en dan is het goed. Het is heel, heel rustig, het is heel relaxed. Je hebt wel je buren waar je wel contact mee hebt, maar je hebt wel echt je eigen ruimte. Dat vind ik persoonlijk wel heel erg fijn. De heer Van den Neut heeft het ontworpen. Wat was nou de opdracht die u aan de architect gaf? Nou, dat is eigenlijk tweeledig. Eén was stedenbouwkundige de opdracht. Als je de campus hier oploopt vanaf de metro, dan loop je steeds dood. Omdat er dwars flats staan. Dus we hebben gezegd, ja, stedenbouwkundig moet je dat echt. Je moet er één geheel van maken en de levendigheid moet versterkt worden. En twee is ja, de differentiatie in het woningaanbod moet gebracht worden. Minder die eenvormigheid. Wat was nou het basisidee van het concept? Eigenlijk is dit de eerste fase, want het gaat eigenlijk over de hele herstructurering van uitbesteden. Mm-hmm. Het idee van de gemeente, de VU en DUO was om te kijken of we dit echt naar een, niet alleen naar wonen, maar ook verblijfsterrein kunnen maken, campus. Er komt een route dwars door het centrum, een nieuwe as en die gaat alles met elkaar verbinden. En aan die as komen ja, eigenlijk de functies die, zoals nu al de theater, en die ligt eigenlijk heel erg geïsoleerd. Het is ook eigenlijk proberen met die nieuwe structuur het leven van wat er eigenlijk al is, beter te organiseren van uitbesteden. Als ik nou kijk naar dit, hè, de architectuur, de balkonnetjes, mooie afwerkingen, een chic de friemel. Dat heeft wel wat gekost, hè? Mocht wat kosten. Ja, nou, we zijn keurig binnen het budget gebleven. Ja. En, even zien. Dus we kregen van tevoren wel een budget mee waarvoor we dit moesten gaan realiseren. Ja. We hebben ook wel een beetje mazzel gehad met de markt. En we hebben wel gekeken of we allereerst een gebouw konden maken met een efficiënte structuur. Want zeg maar een studentenhuis, dat was redelijk duidelijk wat je daarvoor moet maken. En vanuit die hele heldere structuur kan je geld verdienen door een simpel casco te bouwen. En dan heb je, Geld over om deze fantastische binnenplaats te maken, mooie balkonnetjes te maken. Dus het zit hem vooral in dat we gekeken hebben hoe gaan we met dat potje geld om. Hoe ik het heb ervaren is het gewoon echt heel leuk. Mensen barbecuen zijn echt, bijvoorbeeld als het lekker weer is. En je mag elkaar alles vragen. Het is gewoon echt een leuk sfeertje. Ja, je moet wel met vrienden zitten. Ik zit hier wel eens alleen als de rest naar de VU is. En dan is het echt zo van, ja, dan zit je hier alleen. En dan is er eigenlijk ook niet zoveel te beleven. Tijdens het mooie weer was het bij mij vooral studeertijd. Dus ik heb alleen op mijn balkon gezeten. Maar het zag er wel gezellig uit. En de eerste barbecues zijn ook al wel geweest. Dus dat is wel gezellig. Ja! We staan nu binnen, dat is wel echt heel erg chic. Waarom zo chic voor studenten? Wat wij wilden is, we hebben een corridor. En dat is eigenlijk zo'n binnengang is een beetje een soort naar element. Want er komt niet zoveel licht binnen. Ja, het zijn lange gangen. Dus we hebben heel erg gezegd van ja, hoe kunnen we die aantrekkelijk maken? Maar we hebben heel erg kleur ingezet om een aantrekkelijke plek te maken. We waren op een aantal locaties wezen kijken. Toen zagen we overal vloermatjes zo liggen in de gang. En dat heeft ons eigenlijk geïnspireerd tot die vloermatjes die eigenlijk ook meteen doorgaan in de deur. Als je hier aankomt lopen vanaf de lift, dat je de nummers ziet staan. En dat je het licht aan de andere kant ziet. Het lijkt wel alsof studentenwoningen nu als paddenstoelen uit de grond komen. Is dat big business? Nou, het is op dit moment, zeker met de economische crisis, merk je dat veel meer partijen opeens geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van studentenhuisvesting. Omdat je daar gegarandeerde afname voor hebt. Waar je voor andere groepen op dit moment heel lastig wordt om bepaalde dingen te verkopen. Het merk Amsterdam is gewoon een heel sterk merk. Je merkt gewoon dat mensen
gewoon heel graag naar Amsterdam willen komen. Misschien nog los van het onderwijs en meer voor de reuring die een stad zoals Amsterdam te bieden heeft. Wat willen studenten eigenlijk? Willen die graag op zo'n campus als dit wonen, met z'n allen op één kluitje? Ja, veel studenten vinden dat erg prettig, vooral eerstejaars die hier dan voor het eerst in de stad zijn en nog niet zoveel mensen kennen. Die vinden het wel prettig om met een aantal mensen op een gang te wonen en ook in een grootschalig complex als hier. Je hebt heel veel faciliteiten in de buurt. Je hebt een griffioen, je hebt wasseretten, een theater, een café, alles dicht bij huis. Ik moet er niet aan denken om elke week met een grote tas naar mijn ouders te moeten om daar te gaan wassen. Ik heb een eigen wasmachine. Eigen vaatwassen, dus hebben we allemaal niet nodig. Ja, het is wel belangrijk dat er een wasseret is, want mijn ouders wonen in Brabant. Dus ja, ik moet wel ergens mijn was kunnen doen. En wat zijn de prognoses? Blijft het groeien, het aantal studenten? Ja, de UvA heeft daar pas geleden onderzoek naar gedaan. En sowieso tot 2020 blijkt het studentenpopulatie gestaag groeien. Ze proberen ook nog eens daarnaast om veel buitenlandse studenten nog extra erbij te krijgen, zodat die groei door blijft gaan. Wat zijn de nieuwe plannen? Er zijn ontzettend veel nieuwe plannen. En daar zijn we ook heel gelukkig mee. Science Park, een campusontwikkeling waar al 700 woningen staan. Daar komen nog 600 woningen bij. Ook de Amstel Campus van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat is een start gemaakt met 150 woningen erbij. In Zuidoost komen 700 woningen en dat heet de Spinoza Campus. We zoeken het niet alleen op nieuwe locaties, maar we zoeken het ook in de transformatie van kantoren. Het GAK-gebouw, daar wordt de koopstudio geïntroduceerd. En starters en jongeren hebben ook woningen nodig, hè? Ja, we doen ontzettend veel voor studenten en dat is ook heel zichtbaar. Voor jongeren is dat minder zichtbaar. Die zijn veel meer aangewezen op de bestaande woningvoorraad en op de reguliere woningmarkt. Maar we proberen in Amsterdam met het jongerencontract ook hen te verbijzonderen in de woningmarkt, zodat zij ook meer kansen krijgen om een eigen woning te krijgen. Ha ha ha!